Voorzitter, de discussie over het Snelhart-rapport is eigenlijk gedomineerd door de discussie over wodka. En dat is jammer, want het is een rapport dat in vele opzichten zoveel andere dingen zegt die verschrikkelijk belangrijk zijn voor Europa en voor deze industrie in Europa. En ik wil daarom toch eerst ingaan op een aantal van die andere punten. De richtlijn draait natuurlijk in de eerste plaats om de kwaliteit van de Europese drankenindustrie. En die zegt ook iets over Europa, want waar je ook komt in de wereld zien we Europese dranken, Europees gedistilleerd, in allerlei vormen te koop en met een erkenning van de kwaliteit die we in Europa produceren. Dat is belangrijk in een situatie waarin niet altijd alles wat over de Europese Unie wordt gezegd positief is. Dit is iets waarin Europa zich onderscheidt. En dat wat de rapporteur heeft gedaan is het versterken nu juist van dit element. Eerlijk gezegd in zijn oorspronkelijke rapport nog meer dan in het compromis wat uiteindelijk met de Raad is bereikt. Ik vind dat een formidabele prestatie die is bereikt. En ik vind dat ook iets wat we vast moeten houden. Gedistilleerd is een ambacht, is echt een ouderwets ambacht. En wie naar whisky-distilleerderijen gaat, of onlangs wat jenever-distilleerderijen in eigen land bezocht, die ziet dat ook. Het is een ambacht, het is een kunst. Het is een kunst om deze producten op een goede manier te maken en op een manier waardoor je de kwaliteit constant houdt. Zonder twijfel is dat het belangrijkste van dit rapport. Niet zomaar suiker of smaakstoffen toevoegen, heldere definities van deze dranken, ook zeer strenge definities, ook op verzoek van de industrie. En daardoor krijgen consumenten ook goede informatie over hun product. Ze weten wat ze kopen en ze kunnen ervan op aan dat het goede kwaliteit is die gekocht wordt. Die richtlijn maakt het ook mogelijk voor de Europese drankenindustrie om internationaal sterk te blijven in de concurrentie op basis van deze kwaliteit. Het zegt ook iets over Europa dat er die regionale gebondenheid is van veel van dit soort dranken. Wat dat betreft is deze richtlijn bijna een microcosmos van de Europese Unie. Het toont de verscheidenheid van de Europese Unie en hoe we samen juist in die verscheidenheid toch allemaal Europees kunnen zijn. Ook dat vind ik zeer belangrijk. Dan nu toch een paar woorden ook over de wodka. De rapporteur heeft op dat punt geprobeerd een compromis te maken dat ik zelf in de discussie van harte heb gesteund. Ik vind dat hij daar een manmoedige poging heeft gewaagd om te proberen zeg maar, de oude wodka-industrie in de Europese Unie, die er was op het moment dat de definitie werd gemaakt, het was nog voordat Zweden en Finland en Polen en al de andere landen tot de Unie waren toegetreden, om tussen hen en die nieuwere lidstaten een behoorlijk compromis te bereiken. En ik dacht dat hij dat redelijk had gedaan. Mijn fractie kiest toch in meerderheid voor een veel scherpere definitie van wodka. En ik moet eerlijk bekennen dat ze dat doen met goede argumenten. En ik vind het daarom goed ook dat dit op tafel ligt, zodat dit onderdeel uitmaakt van de discussie. In eerste plaats die consumenteninformatie. Zij vinden dat iedere consument ervan op aan moet kunnen dat wodka gemaakt wordt van aardappelen of van granen. Dat is de essentie. Misschien van suikerbieten en verder niet. Consumenten moeten daar naar de smaak van de meerderheid van mijn fractie van op aan kunnen. Maar het gaat verder dan dat. Het gaat niet alleen maar over het product. Het gaat ook is ook een discussie over eigenheid en over de identiteit van de landen waar het wordt gemaakt. Want wat zouden we hebben gedaan als deze discussie met deze landen al eerder had gespeeld? Dus hadden we dan gezegd, ter wille van consumenteninformatie, mag je ook cognac gemaakt van aardappelen of whisky gemaakt van druiven op de markt brengen? Nee, dat hadden we natuurlijk nooit gedaan. En zij willen dat we nu ook consequent zijn op het punt van de wodka. Daar zit natuurlijk wel iets in. Ik had graag een overeenstemming in de eerste lezing bereikt. Maar ik vind het goed dat dit argument nu ook op tafel ligt. En ik steun wat dat betreft dan ook het amendement van mijn fractie.